Ik zeg niet dat een digitax voor de grote internetgiganten, dat dit de heilzame oplossing is. Maar het zijn al stappen in de goede richting. Want je zit met een pure oneerlijke concurrentie ten opzichte van kleine bedrijven. Ik lees nu al dat de douane in Luik... Ja. Amper tot controle amper. Toekomt, omdat de massa pakjes zo gigantisch groot is dat men het zelfs niet kan controleren. Ze verwachten het erom. Ze verwachten nu 2 miljoen pakjes in december alleen al dat vanuit China in België wordt gedeponeerd hier in Luik. Ja, de douane is een federale zaak, maar goed, is een federale zaak. Moet volk zijn. Maar de kelders van de luchthaven in Biers zitten vol met namaakspullen. Dus er gaat nu nog meer op ons afkomen. Die worden ook streng gecontroleerd. Maar goed, Alibaba schermt dan met 3000 jobs of de Waalse regering, maar ik denk dan, er gaat nog meer overheid zijn, er gaat nog meer administratieve last zijn. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.